Ik heet u namens de Stichting Cultuurnacht Waterland van harte welkom bij de tweede editie van deze operanacht. Er komen wonderbaarlijke dingen in Waterland tot stand, ideeën en wensen genoeg. Maar als het borrelt en bruist bij mensen zoals Valeria, Herman, Johannes, Jasper en Leonard, het team wat de drijvende kracht is achter dit bijzondere culturele evenement, zijn de mooiste dingen mogelijk. Maar voor al die energie kan materialiseren in een prachtige avond als deze, is de steun van vele sponsoren onontbeerlijk. Zo is de financiële en materiële steun van hoofdsponsoren Boretti, Van Gemen, Leguit en Roos, Ponton, Made en Hackford Holding essentieel geweest voor het tot stand brengen van deze avond. Dus ik ga er nog op terugkomen, maar ik vraag toch alvast even een klein applaus. Dank u wel. En ik wil eigenlijk op dit moment Valeria namens de organisatie uitnodigen om ook even naar voren te komen. Valeria. Valeria, 2009 was absoluut spraakmakend. Niemand wist wat ze konden verwachten en het sloeg in als een bom. Er is veel over geschreven, er is nog heel lang over nagepraat. Dat waren unieke ervaringen. Wat is dat, heeft dat voor jullie opgeleverd om te zeggen van oké, en dit willen we dan het jaar erop gaan doen. Wat zijn jullie ideeën daaruit geweest? Ah, kijk dan. Kijk even wat we hier hebben. We hebben een fantastisch orkest. Het is gewoon... Kijk allemaal naar jullie allemaal die daar staan. Het is fantastisch. Het is twee keer zo groot en twee keer zo mooi dan verleden, ja? En volgend jaar wordt het nog mooier. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk. Dat is toch wel de spirit die je nodig hebt om altijd weer op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Valeria, ja, ik wil je die vraag toch stellen. Van als je hier nou staat, wat wil jij gewoon kwijt op dit moment? Een heleboel. Een heleboel. Wij zijn hier, we hebben het allemaal georganiseerd met vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers, dat is fantastisch. En dat zijn 30's, 40's, 50's mensen. En dat is mogelijk gemaakt. Ik had ooit een gek idee. Een heel gek idee. En ben met meneer Prilman van Bob Prilman van Boretti gestapt. Want ik dacht, Passiona nella cucina. Dat klinkt net als een aria. En wat zei Bob? Nou, hij vond met één een geweldig idee. En niet alleen als Boretti, Mr. Boretti. Nee, ook als Monique Damme. Nou, daarmee was onze basis gelegd. Hè? Zonder Bob hadden we nooit deze begin kunnen maken. En toen kwam Nico Bloem in mijn leven. Ga even staan. Even applaus voor Nico Bloem. En Nico Bloem zegt, meid, ik ga je helpen. Dat heeft hij gedaan. Hij stapte naar Leghout en Roos, Van Gemen, Hackford, Ponton, Made. Die dat allemaal gebouwd hebben volledig belangeloos. Het was indrukwekkend gisteren wat er allemaal gebeurt hier. Vrachtauto's en weet ik wat het allemaal is. Het is allemaal gratis. Monique Damme heeft dat neergezet. En dan al die vrijwilligers daarbij. Ik ben nog niet klaar. En helemaal tenslotte wil ik nog mijn team bedanken. Ik mag dan hier wel op dat podium staan en wat zeggen. Maar zonder dat team wat naast me staat, had dat nooit mogelijk geweest. Ik ga ze even noemen. Jasper Rombout, waar ben je? Ja, daar. Johannes Willem. Leonard Bodeus. Ik hoop niet dat ik eentje vergeet, is het basisteam. En tenslotte is er nog één man. Die gevochten heeft, gewerkt heeft, heel hard gewerkt. En dat deed hij voor mij. En dat is mijn man. Herman Volkers. Applaus. Dankjewel. Valeria, Bert, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier op het podium. We gaan nu langzamerhand naar het begin van het concert. Dus ik zou zeggen, neem plaats, ontspan en ga vooral straks genieten. Want dat we gaan genieten, dat is wel zeker. Dames en heren, uw aandacht voor het Monnikendams Operakoor, het Amsterdams Operakoor Continuo uit Rotterdam, onder leiding van dirigent Martin van der Brugge.
le diverse bellezze insiem confonde, ma
Sì, 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 sì
fait vous rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros, que vous entendez, pour plaisir, mais tous les combats, plaisir que plaise jour de fête, le cirque plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à grave voix. Postrophe, c'est la page, poussée jusque à la fureur. Oh!
unseren Geigen hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte hab mich lieb. Jede erst ein Kuss, dann ein Du, Du, Du.
Dames en heren, ik weet niet, u valt stil alsof u denkt, er gaat toch wat komen. Wilt u nog wat horen? Kijk, zo willen we het graag zien. Kijk, daar komen ze al, de bosse bloemen. Voor onze koorleden en de solisten komen nu ook. Wiebke groetjes. Onze eigen prima donna. Alle walkuren dames, bedankt. Rosalinde Nierop. Mirjam Lotamloy. Frank en Nanko komen nog even terug. We zouden jullie heel graag een bos bloemen willen geven voor jullie excellente prestatie. Dames en heren, solistenensemble van de operanacht Waterland. Een hartelijk en daverend applaus. U kunt zich warm klappen, maar u kunt ook warm gespeeld worden. Wilt u nog iets horen? U krijgt nog uit Carmen Votre Toast te horen. Thank you.